Wat wordt het voor wedstrijd? Ja, een hele lastige wedstrijd, denk ik. Ajax uit is sowieso een hele lastige wedstrijd. En ja, het is wel een groot verschil. Ajax thuis zijn ze heel erg sterk, dus het zal voor ons een hele moeilijke wedstrijd worden. Wat is je beeld van Ajax tot nu toe, dit seizoen? Ja, ze hebben natuurlijk vrij veel dezelfde ploeg nog. Ze hebben een aantal goede versterkingen erbij, dus ik heb wel... Ik denk wel dat Ajax een hele sterke ploeg heeft dit seizoen weer. Jullie staan bovenaan, maar eigenlijk heeft iedereen het over Ajax en PSV, hè? Ja, dat klopt wel een beetje. Ja, wij zijn natuurlijk een aantal spelers kwijtgeraakt met Theo Jans, met op het laatste moment nog Brian Ruiz. Ja, dat zijn, die worden altijd gezien als bijna de sterkste spelers die we hadden, zeg maar. Als de spelers die wat extra's konden brengen. Ja, die zijn weggegaan en daarom ligt denk ik nu ook de aandacht meer bij Ajax en PSV. Maar aan ons om te laten zien dat wij er zeker bij horen. Hoe denk jij erover? Want iedereen schat nu Ajax en PSV als de grote favorieten in. Ja, kijk, als je kijkt naar de spelers die gehaald zijn door Ajax en PSV en eigenlijk kijkt naar wat wij verloren zijn, dan ja, is het misschien wel logisch dat de aandacht echt bij Ajax en PSV ligt, dat die de grote favorieten zijn. Alleen ja, wij weten dat we met Twente gewoon een hele degelijke, sterke ploeg hebben. Die, als straks ook nog een keer Nasri Chatti weer fit is, ook nog iemand hebben die het verschil kan maken. Dus ik denk wel dat wij een hele sterke ploeg hebben. Alleen ik vind het niet gek dat ze naar Ajax en PSV kijken. Een degelijke ploeg is vaak een ploeg die heel constant presteert. Dat is vaak wat je nodig hebt voor een kampioenschap. Ja, dat klopt. En we weten ook wel dat het nog beter kan. We hebben natuurlijk wel een aantal nieuwe jongens die we in moeten passen. Maar ik denk wel dat we die degelijkheid tot we dat wel weer hebben. En, we hebben een fysiek sterke ploeg en we zijn in ieder geval een ploeg waar het heel moeilijk, ja, ik denk dat wij tot ons niet makkelijk kunnen verslaan, dat het heel moeilijk is om van ons te winnen. Als je kijkt naar waar het beter kan, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, wat moet er beter? Nou, we hebben natuurlijk we hebben wel veel gescoord. We hebben ook wel, vind ik, toch wel makkelijk doelpunten tegengekregen, dus dat kan beter. Ja, en ook we kunnen elkaar nog wel wat makkelijker vinden in het positiespel. Bij Vlaag hebben we het goed, maar het is niet dat een hele wedstrijd dat goed spelen. Dus daar zijn zeker nog stappen in te maken.